3, 2, 0. Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe aflevering van de Kinderstem. Superleuk dat je er weer bij bent. Ik ben Lars. En ik ben Iman. En deze week hebben we heel erg veel nieuws en interviews. Wat gaan we allemaal doen deze week? Nou, we hebben interviews met Hapta Moedehoop van de Partij van de Arbeid. En toen dacht ik, dit vind ik eigenlijk nog wel leuker dan het klokhuis presenteren. Okay. Met Carola Schouten van de ChristenUnie. Ah, ik ben een beetje zenuwachtig. Okay. Met Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dus eigenlijk gaat zij over de verkiezingen. We zijn veilig en ze gaan door. Ja. En Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. En wij zeggen dat moet je veranderen, want anders krijg je heel veel ellende. En niet te vergeten hebben we ontzettend veel nieuws te bespreken. Heel veel nieuws. Mark Rutte, Geert Wilders, een hoop gebeurt deze week. Je ziet overal alle lijsttrekkers voorbij komen. Zeker. Hoe voelt dat voor jullie? Dat jullie ze nu overal op televisie, in de krant, op de radio, je ziet ze overal. En jullie hebben ze echt gezien en gesproken? Nou, het is best wel grappig, want ik heb dus een soort van, zeg maar, als ik uit mijn raam kijk soms, dan zie ik ineens Sigrid Kaag bijvoorbeeld ineens een poster hangen. En dan loop ik naar buiten en dan zie ik ineens een heel groot bord met alle partijen en dan denk ik wel van, wow, het gaat nu wel echt beginnen. En dan word ik alleen maar zenuwachtiger en dan heb ik alleen maar meer zin in. Maar dat jullie ze allemaal zelf dus gezien hebben. Oh, dat is bijzonder. Lars? Nou, heel mijn Instagram feed overstroomt met alle politieke partijen en steeds denk ik, hey, die heb ik gesproken. En ja, die zei wel wat grappigs. En dan zie ik ze weer tegen en denk ik, hey, dat zeiden ze ook tegen ons. Dus dat is natuurlijk superleuk. Wat is jullie opgevallen deze week? Nou, eigenlijk heel erg veel. Waaronder het laatste coronadebat. Dat zie je niet meer voor, ja, eigenlijk kun je dat niet meer voorstellen. Maar het laatste coronadebat is geweest. Heel veel verschillende verkiezingsdebatten nog allemaal tussendoor. Waaronder die van Stem op een Vrouw, waar alleen vrouwen te gast waren. En natuurlijk is dat ook superbelangrijk voor vrouwen in de politiek. Ja, vind je? Ja. Oké. Okay. Ga jij op een vrouw stemmen eigenlijk? Ik op een vrouw stemmen, ik mag nog niet eens stemmen. Maar als ik het mocht stemmen, dan stem ik natuurlijk zeker op een vrouw. Heb jij al stemadvies aan je moeder gegeven? Ja. Ja? Gaat ze daar ook naar luisteren? Of, Ja, nou, we gaan heel erg in gesprek ook van, hey, wat vinden we nou belangrijke onderwerpen? Welke partij sluit hierbij aan? En kijken ook even naar de verschillende debatten. En dan gaan we ook met elkaar in gesprek van, hey, wat vinden we nou van die lijsttrekker? En zo zijn we eigenlijk samen tot de stem gekomen eigenlijk. Oké, en Lars, heb jij thuis stemadvies gegeven? Jazeker. Ik heb wel duidelijk verteld wat ik ervan vind. En luisteren ze daar dan ook naar? Gaan ze ja, daar ook... zeker. Ja? Ja, ja. Dus ze doen ook een beetje jouw stem? Ja. Mijn ouders luisteren helemaal naar je oproepje. Oh, nou, dat is heel goed. Dat is, nou ja, onze oproep eigenlijk, hè? Ja. Ja, zullen we die nog even laten zien? Ja, dat is misschien wel leuk. Oké, gaan we laten zien. Wat een verdraaid goede vraag heb je. Nee, bent u het niet 100% eens met VVD? Nee, ik denk dat ik met 80% ongeveer eens ben. Het racistisch. Nee, ik ben het tegenovergestelde. Dat is een hele goede vraag. Een hele slimme vraag. Nee, wij zijn niet tegen de homo's. Nee. Zeker niet. Ik vind het fantastisch als kinderen zich sowieso verdiepen in de politiek. Meneer Rutte! Is dat hem? Ja, dat is hij. Meneer Klapper! Mevrouw Kaag! De Kinderstem! Ja, bijna alle lijsttrekkers hebben we gesproken en de spanning stijgt. Volgende week is het zover, de verkiezingen. Maar helaas mogen kinderen niet stemmen. En daarom hebben we eigenlijk één belangrijk advies. Als al die kinderen nou een stemadvies mogen geven aan de grote mensen, dan wel als alle grote mensen nou eens stemadvies vragen aan de kinderen. Volgens ons gaat Nederland er dan nog mooier uitzien. Wat er nu gebeurt, het gaat ook heel erg om jullie. Dus laat van je horen. Lars, wat is jou nog meer opgevallen deze week? Ja, Geert Wilders zou eigenlijk een interview hebben met Nieuwsuur. Dat was echt al heel lang gepland, maar op het laatste moment had hij het toch afgezegd. Een beetje soort van, nou ja, ja, nee, niet soort van net als bij ons, want bij ons wilde hij gewoon... Wilde hij in het begin al niet. Nee, maar wat vind je ervan dat zo iemand dan op zo'n moment zegt, joh, ik doe niet meer mee? Dat is wel een beetje raar, vind ik. Want je maakt een afspraak en politici staan natuurlijk altijd al heel erg bekend omdat ze hun beloftes nakomen. Maar dit is dan wel een mooi voorbeeld van niet. Iman?
Ja, ik denk ook wel gewoon, wat we ook al wel eens terugzien in onze interviews, dat we dan denken, hey, moeten politici het goede voorbeeld geven? Nou, wij, tenminste, ik heb wel een beetje het gevoel van, ja, ze moeten er wel staan. Ook gewoon als mensen die ook wel gewoon hun afspraken nakomen. Dus dan denk ik wel weer van, natuurlijk kan het wel een keertje gebeuren, maar er moet er wel gewoon een goede redenering daarvoor zijn. Oké, Mark Rutte die zei daar ook wat over tijdens het interview, hè Lars? Ja, klopt. U heeft eens gezegd in een interview dat u niet met alle partijen wil samenwerken. Maar is dat niet heel erg ondemocratisch? Nee, want een partij is niet gedwongen met andere partijen samen te werken. Alleen ik vind het wel netjes om het te zeggen. En dat zijn er in mijn geval twee. Hè. Het is ook niet zo dat ik alles uitsluit. Bij al die anderen zit ik ook niet op iedereen te wachten. Maar even Forum voor Democratie en de PVV. Forum voor Democratie en de PVV. En bij Forum is dat vanwege die appjes laatst hè, van Thierry Baudet. Die... zonder meer vond ik racistisch en homofoob en zelfs antisemitisch waren. Dus ik denk, ja, dit gaat nu zover. Dit gaat niet meer. En bij Geert Wilders spelen twee dingen. Dat is natuurlijk dat wij een aantal jaar geleden wel hebben samengewerkt. En toen het heel moeilijk werd, rende die weg. En ik zie geen verandering. Ik denk dat hij dat nog steeds zal doen. Als het moeilijk wordt wegrennen. En je moet ook impopulaire dingen willen doen als je in de politiek zit. Je kunt niet alleen maar denken, ik doe alleen de leuke dingen, want dan word ik groot bij de verkiezingen. En het tweede was dat moment dat hij in 2014 zei, minder Marokkanen. Wilt u dat? Dan ga ik dat regelen, zei hij. En toen ging het mij een grens over. Dat hij kritiek heeft op een godsdienst, dat mag allemaal nog. Maar dat je mensen op zo'n manier wegzet, dat vond ik heel erg. Een opvallende uitspraak dus eigenlijk. Rutte zegt, Geert Wilders, houdt zich niet aan de afspraken. En als het even moeilijk wordt, loopt hij weg. Ja, dat is wel bijzonder. Wow. Iman? Ja, eigenlijk zoals Lars al zegt, best wel opvallend zo hoe hij dat dan zo uitspreekt. En wat me dan ook nog wel opviel uit ons interview is dat het is van, als het gaat om de standpunten zijn we het er niet altijd met elkaar eens, maar we kunnen wel gewoon een bakje koffie met elkaar drinken. Toch ben ik wel nieuwsgierig hoe dat nu dan zit. Andere dingen nog, want jullie spraken inderdaad ook nog met de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. En Koningsrelaties. Ja. En Koninkrijksrelaties. Piep! Ja. jullie spraken haar over de verkiezingen. Komt ie. Ja. Kunnen de verkiezingen veilig doorgaan? Ja. Weet je, corona is niet weg, maar we hebben allemaal maatregelen getroffen. Oude mensen mogen briefstemmen, dus die hoeven niet naar het stembureau. We hebben ook op maandag en dinsdag de mogelijkheid om te stemmen. Normaal stemmen we altijd alleen maar op woensdag in Nederland. En alle stembureaus zijn helemaal coronaproof ingericht. Dus 1,5 meter, handen desinfecteren, een kuchscherm voor de mensen die stembureaulid zijn, die de stempels in ontvangst nemen. Dus ze zijn veilig en ze gaan door. En vindt u dan dat kinderen en jongeren eigenlijk stemadvies moeten geven aan hun ouders? Nou, ik zou het wel heel mooi vinden als kinderen en ouders en jongeren praten met hun ouders over de verkiezingen. En dat ze ook, dat ik me afvraag wat is voor mijn kinderen eigenlijk heel erg belangrijk. En dat die kinderen ook bedenken van, wat is voor de wat oudere mensen nou belangrijk. Dus dat is het denk ik wel. Maar ik denk niet dat je elkaar advies hoeft te geven, maar dat je vooral het gesprek erover moet voeren. Vindt u dat kinderen en jongeren ook mogen stemmen? Nee, je mag in Nederland stemmen vanaf je 18e. Dus jongeren mogen stemmen. En ik hoop ook dat ze het massaal gaan doen. Dat is echt heel belangrijk. Want 10% van alle Nederlanders is een jongere. Dus je kunt 15 van die zetels hier in de Tweede Kamer bepalen als jongere. Nou, in Nederland mag je dus niet stemmen als je onder de 18 bent. Maar je kunt natuurlijk wel meepraten, meedoen. Dat is ook wat waard. Over de verkiezingen. Er zijn toch een aantal mensen die nu zeggen, ook al is er afstand, zitten toch met z'n allen in een ruimte. En die vinden het toch best wel spannend. Maar waarom mag niet eigenlijk iedereen dan per post stemmen? Nou, omdat als iedereen per post zou stemmen, zouden ongelooflijk veel mensen zijn. Hè? Meer dan 13 miljoen mensen in Nederland mogen stemmen. En bovendien, het is natuurlijk niet hetzelfde als dat je naar het stembureau gaat. In een stemhokje, je stem uitbrengt. In je eentje, zonder dat iemand daar invloed op heeft. Als je thuis je briefstem invult, ja, daar kan iemand anders bij zijn. Je kan niet 100% het stemgeheim garanderen. Wat er nu gebeurt, het gaat ook heel erg om jullie. Dus laat van je horen. Volgens mij is het hoog tijd voor het eerste interview. Ja, denk ik ook. Welke zullen we eerst doen? De dieren, ChristenUnie of PvdA? Nou, dan ga ik maar de knoop doorhakken. Zullen we beginnen met de ChristenUnie? ChristenUnie eerst. Ja, kom maar op met de ChristenUnie. Nee, wij zijn niet tegen de homo's. Nee, zeker niet. Nee, wij vinden juist dat kinderen ook, jongeren die...
die uit de kast willen komen. Dat er echt ruimte voor moet zijn, dat die dat ook veilig moeten kunnen doen. Wij zijn vandaag op het Binnenhof en we zijn op zoek naar minister Carola Schouten. Die ons alles gaat vertellen over de ChristenUnie. Ah, ik ben een beetje zenuwachtig. Nou, wij ook een klein beetje. Ja? Ik verwacht wel dat ze heel erg christelijk over dingen spreekt. Ik heb daar niks tegen. Ik vind het best wel goed eigenlijk. En ja, ze hebben daardoor ook gewoon goede punten. En misschien klinkt het een beetje stom, maar ik verwacht iets zweverigs. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie mij interviewen. Ik ben ook erg benieuwd naar jullie vragen. Is je partij alleen voor christelijke mensen? Nee. Het is wel zo dat de mensen die op de verkiezingslijst staan van de ChristenUnie, dat die wel christelijk zijn. We zijn ook een partij die ook willen kijken wat belangrijk is vanuit het christendom ook voor de samenleving. Dus dat is goed voor de mensen om je heen zijn, goed voor de aarde zorgen. Dat zijn allemaal thema's die belangrijk zijn en dat proberen we dan ook gewoon, wat ik net zei over armoede, over het klimaat. Maar het is niet zo dat je christelijk moet zijn om op ons te stemmen. Als je vindt dat wij goede ideeën hebben, dan mag iedereen op ons stemmen. Nou, ik verwacht wel dat ze heel erg christelijk over dingen spreekt en zo. Dat ze heel erg dingen doet wat in de Bijbel staat, bijvoorbeeld je moet goed voor mensen zorgen en zo. En volgens mij is dat ook al zo. Maar dat wil ze ook wel, dat mensen het goed hebben en dat je goed voor mensen moet zorgen. Klopt het dat uw partij tegen homo's is? Nee, wij zijn niet tegen de homo's. Nee, zeker niet. Nee, wij vinden juist dat, kinderen ook, jongeren die uit de kast willen komen, dat er echt ruimte voor moet zijn, dat die dat ook veilig moeten kunnen doen. Want we weten ook dat er heel veel verdriet is en ook wel angst bij jongeren als ze dat moeten doen. En dat vinden wij heel erg als dat zo is. En we willen ook graag en dat daar ook ruimte voor is, dat ze dat gewoon veilig ook kunnen doen. Ja, dus u wilt eigenlijk ook tegen de mensen zeggen die het niet durven, maar het wel willen, doe het gewoon. Doe het, alsjeblieft. Want we weten ook dat als kinderen dat niet doen, dat ze ook wel eens echt heel erg depressief kunnen gaan worden. En dat is het allerlaatste wat je wil. Ja. Ja, ik vind het christelijke, dus ze doen heel veel met christelijk. Dat vind ik in principe, ik vind dat gewoon een goed punt. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo christelijk als we gedacht hadden en zo. Ja. En ze was ook heel spontaan, maar aan het begin zag je wel dat ze een beetje zenuwachtig was. Ja. U heeft een zoon, Thomas van 19. Wat vindt hij ervan dat u in de politiek zit? Hij is het al een beetje gewend, want sinds dat hij 10 is, zit ik al ook echt in de politiek. Dus hij weet het al heel lang. Maar voor de rest vindt hij het ook gewoon een baan. En dan zegt hij, hij volgt het toch al een beetje, maar hij doet altijd net alsof hij dat niet zo heel erg goed doet. En dan zegt hij, ik hoor het wel wat je allemaal aan het doen bent. Maar volgens mij vindt hij het wel leuk. Dus, en geeft hij je wel eens advies? Ja, heel erg. Ja. Wij verschillen ook best wel veel van mening over wat we belangrijk vinden. Dus dan komt hij wel eens thuis en dan zegt hij, nou, dat vind ik echt een heel stom voorstel wat je hebt gedaan. En dan gaat hij daar een hele discussie over aan. Maar dat is wel grappig om te horen wat hij vindt. En dat vind ik ook wel belangrijk. Want zo word je ook wel weer een beetje stilgezet bij hoe je ook over iets kunt denken. Bijvoorbeeld, hij studeert nu. Hij is al wat ouder. En dat is natuurlijk ook allemaal online en dan kan er niet zoveel. En bijvoorbeeld dat je in het begin dat sporten tot en met 18 was. Ja, dat vond hij gewoon echt niet zo leuk. Want toen zei hij, maar ik kan dan niet mee sporten. En het is nu gelukkig wat hoger. Je mag nu tot 27 gaan sporten. Maar dat zijn wel dingen waar we het dan ook over hebben met elkaar, ja. Want hij stemt dus waarschijnlijk ook, want hij is nu 19. Ja, hij stemt hij ook op uw partij? Nou, dat is een goede vraag, want hij gaat voor de eerste keer stemmen. Want hij is nu 19, dus dan mag dat. En toen, ik zal even een geheim verklappen, want hij had de stemwijzer ingevuld. En toen kwam hij niet bij de ChristenUnie uit. Dus toen heb ik hem even heel lief aangekeken. En toen heb ik gevraagd aan hem, maar zou je dat dan toch erg vinden om op de ChristenUnie te stemmen? Toen zei hij, mam, dan ga ik wel op je stemmen. Ja. Dus gelukkig. Ja, ik vond het ook gewoon een leuke vrouw en zo. Ze was heel spontaan, ze wilde het uitleggen. Ze probeerde het uit te leggen, wij begrepen haar ook. Wat moeten kinderen weten over de ChristenUnie? De ChristenUnie is een partij die ook veel dingen doet voor de kinderen.
Ik denk dat het voor kinderen belangrijk is, maar dat is ook een vraag aan jullie, dat het goed gaat met het klimaat. Dat gaat natuurlijk ook over jullie toekomst. Mm-hmm. We hebben ook veel plannen om te zorgen dat kinderen niet in armoede terecht gaan komen. Dat is best belangrijk, want er zijn ook kinderen die gewoon bijvoorbeeld 's ochtends geen boterham kunnen eten voordat ze naar school gaan. Of dat het best moeilijk is om een verjaardagspartijtje bijvoorbeeld te kunnen vieren. En we vinden het ook heel belangrijk dat er goed onderwijs is voor de kinderen. Mm-hmm. Want jullie hebben volgens mij best wel een tijdje thuisonderwijs nu online gehad. Ja. Hoe was dat? Nou, bij ons ging het eigenlijk best wel goed. Het was in de eerste lockdown was het wel binnen geregeld, geen online les. Maar nu hadden we gewoon 3 keer per dag online les. Nou, gelukkig dat het er gewoon een beetje goed is gegaan. Maar wij willen graag dat de kinderen gewoon nu ook weer naar school kunnen blijven gaan. Ja. En ook gewoon lekker kunnen sporten. Ze vindt vooral gewoon heel belangrijk dat iedereen het goed heeft. Viel mij op dat ze best wel zenuwachtig was ook aan het begin. En dat ze heel veel voor kinderen doet of voor jongeren. Bijvoorbeeld die in armoede leven. En zoals al zou kinderen die niet kunnen eten. En ook dat ze heel veel met het milieu doet ook. Ja. Er staat bij de standpunten van uw partij dat uw partij Nederland heel duurzaam wilt maken. Hoe gaat u dat doen? Op heel veel verschillende manieren. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jullie voor ideeën hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon bijvoorbeeld... als je kijkt dat als er nu gevlogen wordt, maar we kunnen ook bijvoorbeeld met de trein. Mm-hmm. Dan willen wij graag dat het makkelijker wordt om met de trein te gaan. Ja. Bijvoorbeeld ook minder plastic gebruiken. We gooien nu heel veel plastic weg en dat komt ook allemaal in de oceaan terecht. Daar kunnen we echt veel meer aan doen om dat minder te maken. Maar bijvoorbeeld ook dat we zorgen dat huizen bijvoorbeeld beter geïsoleerd worden. Dan hoef je niet zoveel de kachel niet zo hoog te draaien. En dat scheelt natuurlijk ook weer in je kosten, maar ook is dat beter weer voor het klimaat. Dus we hebben heel veel ideeën daarover. Wat doet u zelf aan duurzaamheid? Ik heb zelf ik heb nog geen zonnepanelen zoals je hebt. Ik woon in een huis met meerdere mensen, dus ook bovenburen. Dus ja, dan moet ik hun dak gaan gebruiken. Ja. Dat is een beetje onhandig. Ja, dat is ook... De auto die er is een auto die ik mag gebruiken, zeg maar, van het werk. Dat is een hele duurzame auto. Dus we kijken op die manier ook inderdaad met autorij, afval scheiden. Papier, blik, naar alle zaken die je kunt doen. En ik probeer ook wel echt goed op te letten dat ik minder plastic koop. Want dat vind ik bijvoorbeeld dat ze groenten allemaal in plastic zitten. Ja, dat vind ik ontzettend jammer. Dan denk ik, je kan het gewoon ook neerleggen en dan kunnen mensen dat gewoon zelf meenemen naar huis. In de eigen boodschappentas. En zou u meer kunnen doen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ikzelf zou ik ook wel meer kunnen doen, denk ik. Schaamt u zich er wel eens voor dat u te weinig doet? Nou, ik heb wel eens gedacht over bijvoorbeeld vliegen. Is dat nu echt wel nodig? Dus ik heb ook bijvoorbeeld, ik moet ook wel eens in Luxemburg of in Duitsland zijn. Mm-hmm. Wij kunnen dan ook gaan vliegen. En toen heb ik gezegd, dat wil ik niet meer. Ze zit überhaupt al in de Tweede Kamer. Maar ze hoopt natuurlijk gewoon dat ze heel veel zetels krijgt, veel meer zetels. En dat ze gewoon echt minister wordt. Ja. Wilt u nog minister blijven? De goede vragen allemaal. ik ga nu eerst voor de Tweede Kamer natuurlijk. Ik sta op de lijst voor de Tweede Kamer. Dus ik ga ervan uit dat ik in de Tweede Kamer terechtkom. Wat gaat u doen als u niet in de Tweede Kamer komt? Wat ik nog heel graag een keer zou willen doen is ook in arme landen gewoon iets doen voor de kinderen in die landen. Dus ik zou dan echt meer in, bijvoorbeeld of je daar scholen kunt opzetten. Of dat je bijvoorbeeld mensen uit de armoede kunt krijgen daar. Of iets met gezondheid. Mm-hmm. Maar dat zou ik graag doen in een land waar veel kwesties spelen. En heeft u vroeger wel eens kattenkwaad uitgehaald, of niet? Ik was best wel braaf vroeger. Ja, het is echt heel saai. Heeft u wel eens iets gedaan? Ja. Ik weet nog wel, wij woonden in... ik woonde op een boerderij vroeger. En naast onze boerderij stond een hokje. Dat was eigenlijk werd niet meer zo goed gebruikt. En we hadden toen verf gevonden en toen zijn we... dat hok helemaal gaan beschilderen. Oh. Maar dat was van iemand. Dus die vond dat niet zo heel erg leuk toen we dat hadden gedaan. Dus dat was niet zo'n heel goed idee. En daar was mijn moeder ook heel boos over. Ja. Dus Wilt u een TikTok met ons maken? Een TikTok? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we goed zijn voor het klimaat. Dat we zorgen dat kinderen niet in armoede leven. En dat kinderen goed onderwijs hebben. Nou, applausje voor Koen en Nolanke.
Goed gedaan, goed gedaan. Goed heel gedaan. Goed. En Carola Schout, ook heel leuk. Zeker. Ja, superleuk. Ik vond het heel mooi hoe ze echt open stond voor de vragen. En gewoon echt meegedanst met het TikTok-dansje. Yeah. Wat dacht je ervan? Wat dacht je ervan? Wat trouwens ook nog, het andere interview van Eliza en Amin is trouwens overgenomen door Geen Stijl. Oké. Okay. En die noemt jullie, dan wel de kinderen, noemen ze strijders. Applausje. Yeah. Complimenten hoe goed jullie het doen en hoe vet jullie de interviews doen. Dus complimentje daarvoor. En ook nog meer nieuws, want we hebben natuurlijk ook het lespakket over dingen. Dat gaat echt als een malle. Ja? We zijn echt al op honderden scholen. Honderden scholen? Ja, echt. Wow. Een hele lijst heb ik gekregen. Wow, wat cool. Dus het is echt vet goed. Nog een keer een applausje. En ook een applausje voor de makers van het lespakket en voor Lesson Up. Ja, van Lesson Up, de vrienden. Nou, dat is wel weer even genoeg applausjes. Zullen we het volgende interview gaan kijken? Ja, is goed. Van wie? Zullen we dit keer naar Esther Ouwehand gaan van de Partij van de voor de Dieren? De Partij voor de Dieren. Oh, nu was hij heel dichtbij. Voor de dieren. Voor de yes, dieren. Laten we gaan kijken. Hand. Daar komt ze. Het is denk ik niet zo dat mensen bij de Partij voor de Dieren iedere dag naar de McDonald's gaan om hamburgers te kopen. Maar je hoeft niet vegetariër te zijn om bij de Partij voor de Dieren te zitten. Ik zie hier eigenlijk helemaal geen dieren. Maar het is wel Partij voor de Dieren. Ook naar Esther Ouwehand. Kom! Esther Ouwehand is lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. En ze is veganist. Hey Jamien, ik ben Esther. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Ja. En ik ben Eliza. Hey Eliza. Ik ken haar nog niet zo goed, dus ja, ik verwacht wel dat ik nieuwe dingen ga leren over. En ik verwacht toch wel dat ze een beetje grappig is. Ja, dat verwacht ik ook wel. Waarom heet je partij eigenlijk de Partij voor de Dieren? Wij heten de Partij voor de Dieren omdat wij denken dat het goed is als mensen na gaan denken hoe we omgaan met alle andere levende wezens op deze aarde. En nou, jullie hebben vast ook gemerkt hoe vervelend corona is, dat de scholen dicht gingen en zo en dat het helemaal niet zo leuk is. En corona kwam, dat is een ziekte die is overgesprongen van dier op mens. En dat komt dus door de manier waarop de mens met dieren omgaat. En wij zeggen dat moet je veranderen, want anders krijg je heel veel ellende. Ik vind het een goede partij omdat ze willen veranderen hoe er op dit moment met de dieren omgegaan wordt. Als we beter omgaan met de dieren, gaat de aarde ook gelijk beter. Ze doen heel veel voor het klimaat. En... ja, zodat wij een beetje toekomst hebben. Ja. Wat vindt u het belangrijkste standpunt van uw partij? Het belangrijkste is denk ik wel dat we de bio-industrie willen afschaffen. Dus het op elkaar proppen van varkens en kippen en andere dieren. Het is niet alleen voor die dieren natuurlijk heel vervelend, maar ook voor de natuur en het klimaat. En dat is het mooie eraan, als je daarmee stopt, dan worden heel veel dingen meteen heel veel mooier. Als je bijvoorbeeld energie wil besparen, dan moet je, en daar ben ik ook voor, maar dan moet je soms moeilijke dingen doen, zoals je huis isoleren. Terwijl als je stopt met vlees eten, hoef je niet eens nieuwe pannen te kopen. Je kan dat gewoon doen zonder gedoe. Dus het is ook heel makkelijk en heel fijn om te doen en je bereikt er heel veel goede doelen mee. Wat doet u zelf voor een beter klimaat? Dat is best wel veel. Ik eet dus geen vlees en geen zuivel. Ik ga niet met het vliegtuig op vakantie, maar altijd met de trein. Ik koop eigenlijk geen nieuwe kleren. Als ik kleren nodig heb, dan doe ik dat tweedehands. En ik probeer natuurlijk, ik zet mijn kachel niet zo hoog, dus ik doe liever een warme trui aan als het koud is, dan dat ik de verwarming hoog zet. En ik doe ook koud douchen, maar dat doe ik niet per se voor het klimaat, maar dat is natuurlijk wel goed voor het klimaat. Schaamt u zich dan soms? Nee, ik vind dat je, als je je best doet, als je doet wat je kan, dan moet je ook niet wakker liggen of verdrietig zijn als sommige dingen niet lukken. En sommige dingen lukken gewoon niet. Dus ik zou minder plastic willen gebruiken bijvoorbeeld. Maar als je boodschappen doet, zitten er gewoon nog heel veel dingen verpakt. En daar kan je soms niet omheen. Maar dan ga ik niet verdrietig in een hoekje liggen van, oh, nou heb ik weer plastic gekocht. Ik probeer te doen wat ik kan. En wat nog niet lukt, dat is dan maar even zo. Maar altijd je best blijven doen, ik denk dat dat gewoon goed is. Ik denk niet dat ik vegetariër word. Ik ga wel proberen zo weinig mogelijk vlees te eten. Maar ik vind vlees nog te lekker om helemaal ermee te stoppen. Is iedereen bij uw partij vegetariër? Nee,
Nee, ik ben zelf wel vegetariër en eigenlijk helemaal plantaardig eet ik. Maar iedereen is welkom bij de Partij voor de Dieren. En de meeste mensen bij ons denken wel goed na. Dus die denken wel na over wat zit er achter een stukje vlees. En misschien moet ik minder vlees eten. Dus het is denk ik niet zo dat mensen bij de Partij voor de Dieren iedere dag naar de McDonald's gaan om hamburgers te kopen. Maar je hoeft niet vegetariër te zijn om bij de Partij voor de Dieren te zitten. Ik had ook wel verwacht dat bijna iedereen van haar partij vegetariër zou zijn. Maar blijkbaar mag je dus gewoon kiezen of je wel of niet bent. En maakt niet uit of je vegetariër bent. Als je erin wilt, dan mag je gewoon in de partij. Voor iedereen zijn eigen keus. U bent veganist. Had u vroeger wel eens vlees? Ja, ik ben gewoon bij ons thuis aten we aardappelen, groenten en vlees. Dus dat was voor mij heel normaal. Maar toen ik 16 was, zag ik op televisie hoe dieren dan van de stal naar de slacht gingen. En dat had ik eigenlijk nog nooit gezien. En toen zag ik dat. Koeien werden dus in vrachtwagens geladen. En toen dacht ik eigenlijk voor het eerst na dat dat natuurlijk is wat er gebeurt voordat je vlees op je bord hebt. En toen dacht ik, ik vind het heel naar. Daar wil ik niet meer aan meedoen. En toen werd ik vegetariër. Heeft u wel eens kattenkwaad uitgehaald? Ja, zeker. Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Ik had het niet altijd door, maar toen ik klein was, of klein, ik zat op de basisschool. En bij ons in de buurt, er kwamen nieuwbouwwijken, maar er waren nog landerijen met mensen die hadden dan zelf wortels verbouwd. En ik had het niet door dat dat natuurlijk van iemand was. Dus ik dacht, oh, hier zijn wortels. En die had ik uit de grond getrokken, omdat ik dacht, dat kan ik aan mijn moeder geven. Dan kunnen we lekker wortels eten vanavond. En toen kwam ik thuis met die wortels. En in plaats van dat mijn moeder zei, nou wat lief, en dan kunnen we lekker wortels eten, zei ze, wat heb je nou gedaan? Ik had juist verwacht dat ze juist veel kattenkwaad had uitgehaald, net als ieder kind. Geen kattenkwaad uitgehaald. Ben je zenuwachtig voor de verkiezingen? Niet zenuwachtig, maar wel een soort van leuk spannend, alsof je jarig wordt of zo. Omdat ik denk dat de Partij voor de Dieren zetels gaat winnen en dan kunnen we meer doen voor dieren, natuur en milieu. Dus ik denk dat het een hele mooie dag wordt. Ja, ik kijk er naar uit. Uw partij is voor slim onderwijs. Wat bedoelt u daarmee? Nou, vooral dat onderwijs heel belangrijk is en dat we moeten zorgen dat de mensen die jullie lesgeven genoeg betaald krijgen en genoeg tijd hebben om dat goed te doen. Dus niet overvolle klassen, niet heel veel lesuren achter elkaar, maar dat er ook ruimte is om eventjes adem te halen. Vindt u dan ook dat leraren van de basisschool net zoveel moeten verdienen als de middelbare school? Ja. Ja, dat vinden wij belangrijk. Wat moeten kinderen over uw partij weten? Dat de Partij voor de Dieren het vooral opneemt voor dieren, natuur en milieu. En dat is dus belangrijk, omdat ik weet niet hoe oud jij precies bent. 11. 11, en jij bent? Ik ben ook 11. Oké, en hoe oud willen jullie worden? 100 of zo? Ja, zoiets. Ja, nou dan moet je dus zo oud mogelijk. Zo oud mogelijk. Ja. Nou, stel dat je 100 wordt, dan moet je nog bijna 90 jaar op deze aarde rondlopen, dan is het wel belangrijk dat we hem niet kapot hebben gemaakt. Dus meer natuur, zorgen dat we de klimaatverandering stoppen. Dus juist voor kinderen is dat heel erg belangrijk dat wij zo hard vechten voor natuur en klimaat. Was hij goed op school? Dat klinkt een beetje opschepperig, maar het ging best goed. Ja, ik vond het altijd heel leuk op school. En ik had meestal ook wel goede cijfers. Werd u wel eens gepest? Ik heb dat wel eens een klein beetje meegemaakt, maar niet zo heel erg. Gelukkig. Ja, gelukkig maar. En jullie? Nee, niet per se. Goed zo. Goed zo. Wel meegemaakt dat er in de klas werd gepest? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ze was in het echt wel heel grappig. Ja. Ze was ietsjes kleiner dan ik verwacht had, maar ze leek ook echt heel veel op onze juf. En ze was super aardig. Ja. Echt heel aardig. Wat is uw lievelingsdier? Oh, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Want ik vind alle dieren heel leuk. Ik ga eventjes bij jullie afkijken. Wat is jouw lievelingsdier? Een koala. Een koala, dat is een goede keuze. Ja, ik vind koala's leuk, maar ik vind ook kangoeroes en herten leuk. Walvissen, omdat je die nooit ziet eigenlijk. Die zitten dan een beetje zo in de oceaan, maar ze zijn zo cool. Bent u trots op wat hij heeft bereikt? Ja, best wel. Ik vind het best wel mooi dat heel veel mensen zijn het eigenlijk wel een beetje met de Partij voor de Dieren eens. Hè? Dat we beter met dieren en natuur en milieu moeten omgaan. Maar in Den Haag, in de politiek, gaat het toch heel vaak over andere dingen. Dus dan vinden politici het moeilijk om het over dieren te hebben. Want dat vinden ze dan
een beetje een klein onderwerpje. Van, er zijn toch grotere problemen in de wereld. En je moet alle problemen aanpakken, vinden wij. Maar je moet niet wegkijken van wat er met de dieren gebeurt. En om dat te doorbreken, dat de anderen het eigenlijk er niet over willen hebben en wij wel. Daar ben ik best wel trots op dat we dat hebben veranderd. Want nu durven ook andere partijen, die schamen zich er minder voor om het ook over de dieren te hebben. En daar ben ik heel trots op. Vindt u dat politici genoeg naar kinderen moeten luisteren? Ik vind dat ze dat moeten doen en ik vind dat het niet genoeg gebeurt. Deze verkiezingen, iedereen die ouder is dan 18 mag stemmen. Wij vinden eigenlijk dat dat vanaf 16 zou moeten. Want de keuzes die de politiek maakt, die gaan natuurlijk ook over jullie toekomst. Ik vind dat je dat net zo zwaar moet wegen als wat er voor volwassenen op het spel staat. Mogen wij een TikTok met u opnemen? Ik heb dat nog nooit gedaan. Wat moet ik dan doen? De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat we goed zorgen voor dieren, natuur en milieu, zodat kinderen een toekomst hebben op deze prachtige aarde. En nou weer applausje voor de dieren. Applausje voor de dieren. Ja, en niet alleen voor de dieren, ook voor Esther Ouweland. En zeker ook voor... En voor Armin en Eliza. Nou, vooral dat, wou ik zeggen. Hebben jullie nog andere dingen? Of gaan we gelijk door naar de PvdA? Is goed. Gelijk PvdA? Ja, dat was wel een dingetje. Want we hebben geprobeerd natuurlijk om een afspraak te maken met de lijsttrekker. Ja. Lilian Ploemen. Maar die had een beetje druk. Die had het te druk. Te druk? Om ons te woord te staan. Maar dat vind ik dan wel raar, want zij wordt niet heel vaak uitgenodigd voor debatten. Daar is dan toch niet groot genoeg voor. Dus Mark Rutte heeft tijd, Wopke Hoekstra heeft tijd. Allemaal Klaver, Kaag. Ja. En wij zijn natuurlijk gewoon echt superleuk. Toch? Zou ik zeggen. Maar goed, Lilianne Ploemen kon niet. Toen hadden we wel een hele goede B-keus. Namelijk Abte Moe. En ja, maar toch, we interviewen alle lijsttrekkers. Ja. En dan, als Lilianne dan niet kan. Abte Moe, want die kennen jullie ook, toch? Zeker, van het Klokhuis. Van het Klokhuis. En wat lijkt jullie leuker, in de politiek of het Klokhuis presenteren? Politiek, meteen. Ja, ik denk dat komt omdat het gewoon is zo van, daar kun je echt beslissingen maken en daar kun je je stem laten horen. Oké. Okay. En dat vind ik Lars, belangrijk. Ik zag bij Lars een twijfeltje. Een twijfel? Nee joh, politiek. Ik zat te wachten. Ja. Nou, we hebben het ook aan Abte Moe gevraagd. Oh, nou ik ben heel erg benieuwd. Heel eerlijk, soms mis ik het Klokhuis ook wel een beetje, want het is wel heel leuk dat je op al die coole plekken komt. Hoi, ik ben Koen en vandaag gaan we de leukste kandidaat van de PvdA interviewen. Abte Moe, Abte Moe! Hier, tweede verdieping! Hoi, ik ben Abte Moe. Hoi, goed, met jullie ook? Ja. Wat leuk jullie te zien. Ik weet dat hij echt wil dat mensen hun dromen achtervolgen. Hij is ook best wel tegen discriminatie en racisme. Mm-hmm. Hij wil ook best wel de vluchtelingenstroom en zo, daar wil hij wat aan gaan doen. Ja, dat zijn mooie punten. Ja, dat zijn gewoon goede punten. We gaan u een paar vragen stellen. Dat is helemaal goed. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Nou, heel eerlijk, best wel. Want het is natuurlijk best wel spannend. Bij mijn partij willen we natuurlijk zoveel mogelijk stemmen krijgen. Want dan hebben we heel veel mensen, hopelijk in de Tweede Kamer. En ja, ik weet nog niet zeker of ik erin kom. Dus voor mij is het heel belangrijk dat heel veel mensen op ons stemmen. Dus dat is best wel spannend. Ja, want u staat nu toch op de 9e plek? Ja, ik sta op de 9e plek. Ja, klopt. Ja, hij is ook niet heel oud. Hij is echt heel jong. Dus. Ja, daarom. Dus hij begrijpt ook jongeren heel erg. Ja. En daarom doet hij het ook best wel goed in de politiek, volgens mij. Mm-hmm. Wat moeten kinderen weten over uw partij? Over mijn partij? Ja, ik zit dus bij de PvdA. En dat is een partij die links is. En wij willen heel graag dat mensen zoveel mogelijk werk hebben. Dus dat iedereen mee kan komen in de samenleving. Want het maakt niet uit of je nou op de universiteit hebt gezeten of je hebt praktisch onderwijs gedaan. Je kunt allemaal een bijdrage leveren aan de maatschappij. En wij vinden dat iedereen werk moet hebben dat bij hem past. En daarbij ook een fatsoenlijk goed salaris verdient. En dat is heel belangrijk voor de PvdA. Ik vind dat jongere mensen ook een stem mogen hebben en ook een stem mogen laten horen. En überhaupt ook heel knap dat hij zo jong is en dat hij het dan ook al durft. Want volgens mij zijn er niet heel veel jongeren die in de Tweede Kamer zitten.
Dus ja, dat is eigenlijk best wel cool. Was u al van de jongs af aan bezig met politiek of met debatwedstrijden? Nou, bij mij begon dat wel redelijk vroeg op een middelbare school. Hadden wij altijd een schooldebat. En toen moest ik per klas moest je dan een partij zijn. En toen waren wij de PVV. Dus toen speelde ik Geert Wilders in het debat. En je kunt je misschien wel voorstellen dat ik niet op de PVV stem. Want die sluiten best wel veel mensen buiten, vind ik. Maar ik vond het wel heel leuk om dat na te spelen en te debatteren. En toen dacht ik wel, oh, politiek is toch best wel leuk. En sindsdien ja, ben ik wel heel veel met de politiek bezig geweest. Dus toen ik 15 was, zoiets, toen begon ik het heel leuk te vinden. Waarom heeft u voor de PvdA gekozen in plaats van de andere partij? Wat ik heel mooi vind aan de PvdA is dat zij al heel lang opkomen voor mensen die het nodig hebben. Ongeveer 100 jaar geleden was bijvoorbeeld het eerste vrouwelijke Kamerlid was iemand van de PvdA. Dat was Suze Groeneweg. En de PvdA heeft er ook voor gezorgd dat er homorechten kwamen in Nederland. Dus het eerste homohuwelijk is gedaan door een burgemeester van de PvdA, Job Cohen. En dat vind ik heel belangrijk, dat iedereen mee kan komen in de maatschappij. En het heet eigenlijk emancipatie. En daar is de PvdA al heel lang mee bezig. En dat vind ik een van de belangrijkste dingen in de politiek. Nou, zou je dan ook meer jongeren in de Tweede Kamer willen hebben? Ik in ieder geval. Ik zou wel meer jongeren in de Tweede Kamer willen hebben. Want ja, de jongeren zijn de volgende generatie. En er zijn ook gewoon heel veel jongeren in Nederland. Ik neem mezelf ook voor als ik straks in de Tweede Kamer zit, dat ik altijd nadenk van hè, we nemen nou deze beslissing. Maar wat betekent dat nou voor mensen als jullie en ik, want wij zijn allemaal nog, ik vind mezelf ook nog jong, ik hoop dat jullie dat ook vinden. Ja. Dus dan probeer ik ook na te denken, wat betekent dat voor ons? En misschien ook als wij later ook kinderen krijgen, wat voor effect heeft het op hun? Dus dat vind ik heel belangrijk als ik straks in die kamer zit, dat ik daar ook over nadenk. Ik denk dat het best wel een goed type is, want hij is ook gewoon op school die debatwedstrijd en zo, waar hij het over had. Ja. Daar was hij dan gewoon goed in. En dit is ook gewoon zijn passie. Dit is wat hij wilde. Hij wil mensen helpen. Ja, en als je mensen wil helpen en dat leuk vindt en dat je daar dus ook echt wat mee kan doen. En als dat in de Tweede Kamer is, nou, dan vind ik dat gewoon een goede plek. Ik ga er in ieder geval de komende jaren, als ik ook in de Kamer zit, zoveel mogelijk dingen proberen voor elkaar te krijgen, zodat alles weer wat eerlijker wordt, dat iedereen wat betere kansen krijgt, dat we wat meer naar elkaar omkijken. En ik denk, als iedereen zich realiseert dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt en dat we elkaar moeten helpen, dat dan de maatschappij wat mooier zou zijn. En ik hoop dat juist nu na de coronacrisis, dat mensen denken, hé, we keken de afgelopen tijd toch niet zoveel naar elkaar om. En dat ze dan denken, ja, misschien moeten we toch weer op de PvdA gaan stemmen. Want dat is wel een partij die dat heel belangrijk vond. En wat vindt u van de corona-aanpak? In de Tweede Kamer ook. En ook wel de minister Rutte en minister Hugo de Jonge. Nou, ik denk dat er wel een paar dingen beter kunnen. Want het vaccineren gaat best wel langzaam. We zijn bijna het land wat er het langst over doet in heel Europa. En dat is best wel gek, want wij zijn het kleinste land, ook qua afstand. Dus je zou denken dat als het op één plek goed zou moeten kunnen, dat het in Nederland is. Hap Tamoe heeft dus ook nog het Klokhuis gepresenteerd. En nu is die weer de politiek ingegaan. Wat vind je daar nou van? Ik vind het eigenlijk best wel leuk en gaaf. Ik vind het wel cool dat hij dat ook doet, want het is best wel echt totaal wat anders. Was het Klokhuis presenteren niet leuker dan de politiek? Ja, dat zou je wel zeggen, hè? Ja. Ja. Maar dat is dan ook wel vanuit mezelf. Ja, snap ik. Ja, nou, het Klokhuis presenteren was heel leuk, want ik mocht het hele land door. En de ene keer ging het over spekjes, dus dan ging ik naar de spekjesfabriek in Harlingen. En dan ging het over schoonspringen, dus dan ging ik naar het Pieter van de Hogeband zwembad in Eindhoven. En dan moest ik van 4 meter moest ik in een hele strakke zwembroek naar beneden springen. Maar het was wel heel cool. Dus dat was heel leuk. Maar ik merkte, omdat ik ben nu raadslid in Zuidwest-Friesland. En dat raadslid is eigenlijk een Tweede Kamerlid, maar dan in jouw gemeente. En dan merkte ik dat ik soms mensen juist best wel goed kon helpen. Door ervoor te zorgen dat een speeltuin in de buurt open bleef. Of door ervoor te zorgen dat een voetbalclub wat meer geld kreeg, waardoor ze wat dingetjes konden doen. En toen dacht ik, hey, het is best wel leuk om mensen te helpen die je hulp kunnen gebruiken. En dat kan in politiek. En toen dacht ik, dit vind ik eigenlijk nog wel leuker dan het Klokhuis presenteren. Dus toen ben ik gestopt bij het Klokhuis. Maar heel eerlijk, soms mis ik het Klokhuis ook wel een beetje. Want het is wel heel leuk dat je op al die coole plekken komt. Het zijn gewoon 2 totaal andere dingen. Dus dat is best wel knap dat je dat gewoon kan. Ja, en presenteren en nog voor de politiek werken. Dat is best wel anders. Dat is wel cool. Nou, ik heb wel altijd gezegd, toen ik nog bij het Klokhuis werkte, dat ik heel graag Boer Zoekt Vrouw wel zou willen presenteren. Dat vond ik altijd wel een heel leuk programma. Ik ben zelf ook boerenzoon. Dus ik ben opgegroeid op een boerderij.
En je ziet vaak toch mensen die uit de provincie komen. Die vinden het soms wel wat moeilijker om hun gevoelens te uiten. Dus je vindt het wat moeilijker om te zeggen dat je verliefd bent op iemand. En dat vond ik altijd hele leuke, spannende televisie. En ook omdat ik dat zelf herkende, omdat ik ook boerenzoon ben. Ik spreek soms ook wel eens wat moeilijker over mijn gevoelens. Dus dat vond ik altijd heel grappig. En toen dacht ik wel, oh, dat zou ik wel eens willen presenteren, dat programma. Dus stel je voor, als ik uit de politiek raak, ik hoop het niet, ik hoop dat ik het heel lang mag doen. Misschien zou ik dan ooit nog wel eens willen presenteren, maar ik probeer zo lang mogelijk in de politiek mensen te helpen. Was u eigenlijk goed op school? Heel eerlijk, ik was niet zo supergoed. Nee, ik was op een basisschool nog wel redelijk goed. Daar had ik ook best wel een hoge CITO-score. En toen ging ik naar de middelbare school. En ja, toen was ik vooral bezig met voetbal. En nou weet je, ik was verliefd op een meisje in de klas of zo. En dan was je niet zoveel met school bezig. En toen ben ik wel een paar keer blijven zitten op een middelbare school. Dus ik was niet de beste leerling. Stelt je op zich wel best wel gerust. Want er zijn waarschijnlijk best wel veel meer mensen die in de politiek willen. Maar die gewoon niet zo goed zijn op school. En als je dan naar Haltambo kijkt. Haltambo kijkt. Dan is dat best wel een goed voorbeeld. Want die was uiteindelijk niet zo goed op school. Maar die is uiteindelijk gewoon nog wel in de politiek gekomen. Zat hij op voetbal? Ja, ik heb in de jeugd heb ik een tijdje op voetbalschool van Heerenveen en bij Cambuur gevoetbald. En bij ONS Sneek, dat is een hele goede amateurclub. Dus ik was altijd wel heel erg met voetbal bezig, vond ik heel leuk. En een voetbalteam is eigenlijk ook net een beetje als in een samenleving. Je hebt kinderen die wat rijkere ouders hebben en wat minder rijk. Je hebt kinderen met een kleurtje of niet. En dat vond ik ook altijd heel leuk aan voetbal. Dus dat je allemaal andere mensen ontmoet en met allemaal mensen een team moet vormen. Want ja, je wilt wel samen winnen. En ik zou het heel leuk vinden als de samenleving ook wat meer op die manier met elkaar om zou gaan als bij een voetbalteam en bij een voetbalvereniging. U wilt dat mensen hun dromen laten uitkomen. Hoe wilt u dat gaan doen? Nou, je hebt dus, de een heeft net wat meer kansen in zijn leven dan de ander. En ik vind dat eigenlijk dat weer gelijk getrokken moet worden. En wat daarin heel belangrijk is dat je juist op een basisschool, dat je al heel erg probeert dat iedereen een gelijke start krijgt. Dus wij hebben bijvoorbeeld een plan dat kinderen voordat ze naar de basisschool gaan, als ze bij de kinderopvang zitten, dat het ook al gratis wordt en dat ze daar ook al les kunnen krijgen, bijvoorbeeld in lezen. Want er zijn op dit moment 2 miljoen mensen in Nederland die niet goed kunnen lezen en schrijven. En ook heel veel kinderen. En dat is eigenlijk best wel gek, dat in een rijk land zoveel mensen zijn die niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Dus wij willen dan daar heel erg op inzetten, zodat iedereen een gelijke start heeft. En wat is uw droom eigenlijk? Nou, mijn droom is om in de politiek zoveel mogelijk mensen te helpen. En dat kan ik als Kamerlid. Maar als ik later ooit een keer de PvdA zou kunnen leiden, omdat ik een heel goed Kamerlid zou zijn, dat zou natuurlijk ook wel heel leuk zijn. Ja, en als je dan de beste partijleider bent, als de meeste mensen op je stemmen, dan kun je minister-president worden en dan kun je zoveel mogelijk dingen veranderen. Dus als ik dat zou kunnen, lijkt het mij natuurlijk wel supercool. De mensen van die nu wat jonger zijn, die begrijpen ons ook heel goed. Met wat wij willen en wat wij graag doen en zo. En daar hebben ze dan ook veel meer begrip voor. En dat is dus wel fijn dat er ook iemand in de Tweede Kamer zit die daar dus heel veel begrip voor heeft. En heel goed kan inzien wat jongeren zo willen. Ja. En wilt u een TikTok met ons opnemen? Ja, tuurlijk. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen goed onderwijs krijgt. Een applausje! Woehoe! Applausje voor Koen en Noorleila! Ja. Hey, en nou ja, dit de laatste aflevering voor de verkiezingen. Ja. Het is bijna zover. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk zelf, ondanks dat ik niet mag stemmen en ook niet ergens in de politiek zit, ben ik best wel zenuwachtig. Omdat ik heel erg benieuwd ben van, hey, wie krijgt nou de meeste stemmen en hoe zit dan de volgende hoe zit dan eigenlijk de volgende 4 jaar eruit? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar en ik heb er eigenlijk vooral heel erg veel zin in. Hey, en Lars, hoe voel jij je? Nou, ik voel me eerlijk gezegd best wel zenuwachtig. Ik ben heel erg benieuwd, want ja, wij denken waarschijnlijk allemaal wel dingen van ja, die gaat veel stemmen halen, die gaat weinig stemmen halen, de peilingen. Maar ja, er zijn ook verkiezingen geweest dat de peilingen er echt heel erg naast zaten. Het worden spannende verkiezingen. We gaan het bijhouden. Ja. En volgende week weten we de uitslag. Ja. Oké, dan. Heel erg dank weer voor deze week. Ja, jij ook bedankt. En natuurlijk achter de schermen ook super bedankt. En tot volgende week. Luisteraars natuurlijk ook bedankt. Ja, en luisteraars ook bedankt. En de kijkers natuurlijk. Ja, en Koen en Noorleila en Amine en Eliza. Zeker ook. En allemaal bedankt. Nog een applaus. Ja.
Oké, doei, doei, doei. Doei.